Een sector die heel veel waardering verdient, maar zelf ook moet zeggen van een 7,5 naar een 9. Dank u wel. De nieuwbouw van de Nassau wordt geopend door Paul Rozemuller, de nieuwe voorzitter van de VO-raad. De school verwacht veel van het nieuwe gebouw. Nou, sowieso, het nieuwe motiveert al, dat zei Paul Rozemuller ook net. Maar er zijn een paar onderscheidende elementen. Het auditorium waar we nu in staan is denk ik uniek voor een school van voortgezet onderwijs. En een tweede unicum is de lichtstraat die wij hebben over twee verdiepingen waarin de kunstcollectie van onze school hangt. Ik heb nu echt de afgelopen weken veel middelbare scholen gezien. Sommige in hele prachtige, klassieke, monumentale panden. Soms in scholen dat je denkt van, nou ja, laten we gelijk slopen. En af en toe ook in dit soort prachtige scholen. Nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs gaat in Breda op een andere manier dan in de rest van Nederland. Bijna alle gemeenten krijgen van het Rijk geld voor de nieuwbouw van scholen. En de scholen vinden dat eigenlijk niet terecht. Die vinden dat zij eigenlijk zouden moeten beslissen over die nieuwbouwgelden. Want de scholen zijn wel verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholen. Dat is raar. Gemeente nieuwbouw, scholen onderhoud. Daarom heeft Breda een eigen aanpak met Building Breda. Een coöperatie van de schoolbesturen. De gemeente was wel bereid om het geld naar het onderwijs over te geven. Maar hebben ze gezegd, we gaan het niet aan aparte schoolbesturen doen. We doen dat alleen als jullie een coöperatie, een coöperatieve vereniging oprichten. Daar gaat het geld naartoe. En jullie regelen zelf maar hoe je dat geld inzet. Dat werkt heel goed. Dat is de enige, zeg maar, samenwerking tussen scholen in het land die de nieuwbouwgelden die er zijn voor nieuwe scholen, samen beheert. En dat is echt een aanpak die ik de Breda'se aanpak heb genoemd. Ja, eerlijk gezegd omdat ze het hier in Breda zo noemen, hoor. Terwijl de bijdrage van de overheid gelijk blijft, wordt er nu een stuk meer gebouwd. Dat komt omdat de coöperatie ook geld kan lenen. Met de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt, hebben wij ruim 50 miljoen hypotheek kunnen nemen. En dat was dus iets wat de gemeente niet kon. En met die 50 miljoen kunnen wij alle scholen op orde brengen. Wij zullen nu de vierde schoolgebouw, hè, wat klaar is. OLV, Newman en Getedelijk zijn al klaar. Wij zijn nu klaar. Ons gebouw Paul Krugelaan komt nog. Het Mensjaar komt nog. Graaf Engelbrecht komt nog. En Markhagen komt nog. En dan zijn alle gebouwen, schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs in Breda zijn helemaal up-to-date. Daarmee is het geld dan ook wel echt op. En zijn er de komende jaren geen grote bouwplannen meer mogelijk. Er blijft altijd geld van het Rijk komen voor nieuwbouw. Maar goed, je moet natuurlijk wel sparen. En als we op een gegeven moment alle scholen nieuwbouw hebben, ja, dan heb je ook heel lang geen geld meer nodig. Want zo'n gebouw gaat geen 5 jaar mee, geen 10 jaar mee, maar dat gaat 30 of 40 jaar mee. Kijk, en kleine aanpassingen wat je net zei, moeten er ook lokalen worden samengetrokken, doorgebroken. Dat kan bij de meeste scholen, kan dat gewoon. Dat kost geen kapitalen. Dus we zijn klaar voor de toekomst met deze gebouwen.